Surveillanten Wesley en Don worden ingehaald door een SEAT. Bij het passeren zijn ze direct een trajectmeting gestart. Met de 100 meter moet ik hem afsluiten. Ja, doe maar, afsluiten die handel. En opnieuw. Opnieuw. 90 keer. Nieuwe meting gestart bij 90. Kom je uitlopen? Ja. Dan is deze rijbewijs kwijt. 173. Is klaar. Wat gaat die via de... Komt de nieuwe meting gestart? Ja, hier is de 130. Loopt uit. En dan komt deze meting uit op... 181. Nieuwe meting gestart. Dit is gewoon max voor dat ding. Ja, dat is zeker planken met dat ding. Maar toch gaat het de bestuurder niet snel genoeg. Nou, pak die rechts zo. Ja. Oké. Okay. Gaat hij via de vluchtstrook of niet? Hij remt, hij remt wel, maar hij gaat niet via de vluchtstrook. Zet hem straks bij het tankstation neer als dat lukt. Ja, als het lukt is goed. Maar zover is het nog niet. Oh, wat gaat hij nou weer doen, joh? De bestuurder hoekt zijn bolide van de ene weghelft naar de ander. Nou, geen richting aan die. Die gaan we ook voor een mededeling 130. Meer dan genoeg reden voor de surveillanten om de bestuurder aan de kant te zetten. Goedenavond. Hebt u voor mij een rijbewijs erin zagen? Dag, kijk eens. Dank u wel. U hebt vast en zeker wel een idee waarom dat wij u aan de kant zetten. Mag ik iets vragen? Wat zegt u? Ik mag iets vragen. Nou, iets. Op een gegeven moment rijden we de 73 af. Dan doen we een meting, dan is het 90. Dan rijdt u 173. Dus dat houdt in dat bij deze uw rijbewijs wordt ingevorderd. Dat u niet meer mag rijden. Vervolgens, ja, hier gaat het ook richting 180, 185. Dus ik weet niet of u heel erg veel haast hebt. Het lijkt er in ieder geval wel op. Ja, ik moest even een zithaard heen weer. U moest even een zithaard heen en weer. Ja. Meneer, zou u misschien even bij ons in de auto willen komen zitten, alsjeblieft? Neem even plaats naast mijn collega, dan laat hij u even de beelden zien. En dan kunt u meteen even bellen of appen om u te laten ophalen. Dag meneer. Goeiedag. Tom de Stoep. En het was allemaal niet zo mooi. Niet zo netjes. Nee. Niet zo netjes. A73. Jij komt zo meteen voorbij. Je zit al achter mij. Ik denk, nou, die wil harder als ik. Nou, dat bleek ook. Ja. Voor mij heb je alles eruit geperst uit de Seat. Wow, hij loopt 210. Oké. Okay. Nou ja, komen we hier op 173 uit. Dan gaan we het 90 stuk in. Want dat is hier, hè? Dat weet je? Nee, dat wist ik niet eigenlijk. Dat wist jij niet? Nee. Oké. Okay. 90. Nou, dan starten we weer een meting. In ieder geval, het gaat de Royale overheen. Nou, 180 tikken we hier aan, 181, 82. Als je loopt bij ons weg, dan komen we uit op 173 km per uur. Ik denk van, nou, wat gaat hij hier nou weer doen? Huppakee. En erlangs. En dan gaan we weer. Nou, richting aangeven, dat doe je ook niet. En dan ga jij zometeen, hier ga je rechts inhalen. En hier heb je hem al ingehaald. Daar rij je nou weer. Deze auto heb je rechts ingehaald. Ik denk, dat vind ik niet handig als er allemaal vrachtwagens rijden. Die willen ook naar links toe. Dan piep jij hem er nog tussen. Als je dit nou ziet... Wat vind je daar nou van, ja. Hoe je gereden hebt? Ik rij wel stevig door, ja. Ja, maar zo rechts inhalen, geen richting aangeven. Hoe zou je je dan omschrijven als bestuurder? Roekeloos rijden, ja. Ja. Dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Ja. Heb jij nog vragen over de beelden? Die worden niet uitgezonden, toch? Die zullen wel uitgezonden worden, denk ik. Nou ja, dit is ook weer zo'n actie, hè? Dat dacht ik. Ja, nou ja, die vent die knippert. Kijk, nou zie je, die knippert zo van, wat is dit nou weer? Huppakee. Omdat jij verschillende gedragingen hebt gepleegd in één rit... zijn we verplicht een mededeling te doen aan het CBR. Uh-huh. Wat het CBR gaat beslissen, dat weet ik ook niet. Maar het kan zijn dat jij nog post krijgt van het CBR. Ja? Hey, als jij geen vragen meer hebt hierover... Dan ga ik bellen. Dan bellen en dan mag je je weer vervoegen bij mijn collega. Want die zal ook nog wat een en ander van je willen weten. Dus loop even naar mijn collega toe en dan handelt hij de zaak af. Meneer, dit is het bewijs van ontvangst voor het feit dat ik uw rijbewijs heb ingevorderd. Mm-hmm. Uw rijbewijs wordt opgestuurd naar het CVUM in Utrecht. Daar hebben ze 10 dagen de tijd om een beslissing te nemen omtrent de teruggave van uw rijbewijs. Mm-hmm. Bij 70 te hard is de standaard inhoudingseisen 4 maanden. Tegen die inhouding kunt u bezwaar aantekenen. Maar dat staat allemaal in de correspondentie die u kunt krijgen van het CVUM. Meneer, hebt u nog vragen aan mij? Nee. Dan kunt u ze nu nog stellen. Nee. Geen vragen? Ga alsjeblieft niet meer rijden tijdens de invordering. Als u gaat rijden tijdens de invordering, pleegt u misdrijf. Dan weet ik zeer zeker dat het teruggaan van uw rijbewijs niet ten goede gaat komen. Dus doe dat alsjeblieft niet. De verzekering en zo werkt dan ook niet meer mee als u een aanrijding krijgt. Dus doe het alsjeblieft niet. Het is een misdrijf. Dus niet doen. Ja? Als u geen vragen meer hebt aan mij, dan loop ik terug naar onze auto. Ja? Prima. De bestuurder mag niet verder rijden. Wanneer hij zijn rijbewijs terugkrijgt en hoe hoog de bijbehorende boetes zijn, wordt bepaald door de officier van justitie.